Goedemorgen, welkom bij Beursjournaal van woensdag 24 december. Vandaag zal de beurs van Amsterdam het rustig hebben. Veel handelaren zullen vrij zijn en om die reden sluit de Amsterdamse beurs haar deuren vanmiddag dan ook al om 2 uur. Omdat het gisteren al rustig was op de Amerikaanse beurzen en er vanochtend vrijwel geen bedrijfsnieuws voorhanden is, zal de AEX zonder al te grote veranderingen van start gaan. Minister Wouter Bos werd eind september niet betrokken bij de redding van Fortis. Luxemburg en België werkten samen, maar nodigden Nederland niet uit. Dit concludeert het Financieel Dagblad althans bij de reconstructie van de gang van zaken. Doordat Nederland pas op het laatste moment werd uitgenodigd, ontstond er een situatie van wantrouwen, waardoor er uiteindelijk geen andere optie overbleef dan het opknippen van het bedrijf. Volgens Fortis zelf had het een goede kans gehad als geheel te blijven bestaan, mits de 3 overheden vanaf het begin goed hadden samengewerkt. Fortis maakte overigens vanochtend voor beurs bekend dat het 295 miljoen euro valutaverlies boekte als gevolg van de opschorting van enkele transacties. De transacties werden gedaan met het oog op de overname door BNP Paribas. Het Nederlandse elektronica-concern Philips stoot zijn DVD, Blu-ray en thuisbioscoopsysteemactiviteiten in Noord-Amerika af. Het Japanse Funai zal deze activiteiten overnemen. Overigens nam dit bedrijf al eerder eens slecht presterende activiteiten van Philips over. Reden is dat de activiteiten erg conjunctuurgevoelig zijn. Het vertrouwen in de financiële markten zal volgens Trichet, president van de Europese Centrale Bank, in 2009 terugkeren. Dit meldde hij dinsdag tijdens een toespraak in Parijs. Overigens betekent dit niet dat er niet veel werk te verzetten is. Met name de transparantie moet fors omhoog. Berichten uit Amerika. De Dow Jones Index sloot 1,2% lager op ruim 8.419 punten. De S&P 500 index daalde met 1% in waarde en de Nasdaq 0,7%. Door de kredietcrisis blijken veel Amerikanen niet langer in staat te zijn hun schulden bij creditcardmaatschappijen te voldoen. American Express leidt hier fors onder en moest daarom een beroep doen op het Amerikaanse noodfonds. In totaal heeft de onderneming nu een injectie van bijna 2,5 miljard euro toegezegd gekregen. Om toegang te krijgen tot een noodfonds vormde de maatschappij zich in november al om tot een normale bank. Tot slot de berichten uit Azië. De toonaangevende Aziatische Nikkei-index sloot uiteindelijk ruim 206 punten lager op 8.517 punten, een verlies van 2,4% ten opzichte van maandag. Dinsdag was de Japanse beurs namelijk gesloten. Vooral de winstwaarschuwing van Toyota zorgde voor veel onrust onder beleggers. Ook Suzuki en Honda verloren als gevolg van Toyota's mededeling flink. Tot zover voor vandaag. Alvast hele goede kerstdagen en graag tot volgende week. On Wall Street.